Ken je wel van die lichtfietsen die als een soort van banaantje over de straat gaan? Ja, dat vind ik altijd een beetje grappig. Ja, lachen is dat, hè? Ja. Ze hebben nu een nieuwe variant bedacht. Het wiken. Dat klinkt een beetje vies. Beetje vies? Hoezo? Wiken, hiken, extreme sports, windbiken? Best wel cool, toch? Wiken. Het is een lichtfiets met een zeil. En hij kan heel hard. En dat is altijd leuk. Hallo? Wat is dit nou weer? Mark, dit is een wike. Een driewielige lichtfiets met een zeil erop. Ja. Zodat je gebruik kunt maken van de wind. En dat is wel de bedoeling volgens mij vandaag. Je mag hier gewoon mee op fietspad rijden. Ja, de fiets is niet breder dan 1,25 meter. En dat is eigenlijk de maximale breedte voor het toegestaan op de weg. Het is een groot zeil, man. Dat ding is bijna groter dan ik. Nou, het is een 1,6 vierkante meter zeil en dat is helemaal uitgetest. En we adviseren ook echt tot windkracht 6, 7. Daarna gewoon of een kleine zeil te voeren of niet te zeilen. Want hoe hard gaat die? Nou, met het windje van vandaag moet je toch 35, 40 moet je makkelijk kunnen halen. Zonder te trappen? Als het goed is, als je het goed doet, gaat hij dat zonder te trappen, moet hij dat zeker halen. Hey, maar dat past niet helemaal in die gedachte van nu dat je veel moet sporten en zo, hè? Nee, maar het past wel in de gedachte van het groene vervoeren en het milieu besparen, zeg maar. Want moet dit echt scooters gaan vervangen dan ook? Nee, kijk, het is voor ons is het echt het introduceren van wiken, de extreme sport. En dat er mensen met de wike naar hun werk gaan, dat is prima natuurlijk. Het is niet bedoeld voor boodschappenmoeders en zo? Nou, het zou ook kunnen. Er zit een bagagetas op en als het goed waait, kan je naar de supermarkt wiken. Zo, hij is wel groot. Ja, we kunnen hem instellen op allerlei lengtes door de trapstijl te verplaatsen. Ja. We zouden er nog meer tandjes uit kunnen halen, dan kan je hem nog kleiner zetten. Ja, maar even serieus, 50 kilometer, hè? Ja. Is er wel eens iemand... Nee, de wijk heeft al zo'n 10.000 kilometer afgelegd in testkilometers en het is altijd heel goed gegaan. Niemand in de sloot geëindigd? Niemand in de sloot geëindigd, maar misschien is vandaag de eerste keer. Ah joh, die kans is heel klein. Nee, het is echt een heel veilige product. Hier heb je een touw zitten, daar bedien je eigenlijk het hele zeil mee. Dat is, hoe noem je dat? Dit is de schoot. De schoot. De schoot. En zodra je die aanspant en vastklikt, door hem naar boven te zetten, zet je het zeil strak. En nu de weg op. Ja, nu is het kwestie van... Gaan met die banaan. Zij schakelt nu even door. Hij staat hier op een heel lichte versnelling. Nee, maar dit is een heuvel, man. Ja, maar dat gaat jou lukken. Oh ja? Ik heb een heel klein versnelletje gekozen en je hebt de wind in de zeilen. Ik geef je een klein duwtje, dat komt helemaal goed. Ik zou iets grote snelletje kiezen, zodat we straks een beetje sturen. Gelijk het zeil spannen, want straks draai je uit de wind nu en dan voel je hem al niet meer. Dus nu is het gewoon met de andere hand, met de rechterhand. Oh ja. Ja! Oh, ik moet nu het zeil aanspannen, maar het lukt helemaal niet. Oh ja, nu heb ik het. Zeil aanspannen. Oei! En loslaten. Zo. Als hij te hard gaat, dan trek ik het zeil dus een beetje los. Oh! Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik ben de eerste die gecrashed is met een wike. Je schiet ineens vooruit. Ik schrik me echt rot. Oh! Zo, yes! Zo, dit is eng, hè? Is het eng? Nee, het ziet er niet eng uit, totdat je omver gaat ineens, zonder dat je het door hebt. Het waait ook zo hard. Het waait zo hard en het waait met windvlagen. Dat is het enge eraan. Dat je in één keer krijg je de wind in je zeil en kieper je gewoon omver. Of ga je gewoon ineens 35 km per uur of zo. Dan ben je ineens een heel licht meisje. Dan ben je ineens een heel licht meisje op een hele grote fiets met een ongelooflijk groot zeil erop. Nou, lekker is dat. Lekker is dat. Ga jij nog een stukje wijken voor me? Okay. Pittig, man. Ja, het is een pittig windje. Dus voor de beginnende wijker is dat best knap. Maar als je het hebt over moeders die boodschappen gaan doen? Nee, ik denk meer dat het vaders is, terwijl moeders boodschappen doet, is vader lekker de snelheidslimiet aan het opzoeken. Maar als je zomaar ineens met je zeiltje op de weg ligt, is dat wel gevaarlijk, hoor. Dat is ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk te gaan. En niet met je zeil op de weg te liggen. Dus. Is dit gewoon oefening? Absoluut. Maar jij wou in het diepe dus. Ja, ik heb weer mijn grote mond, hoor.
vanmorgen was ik heel blij dat het waaide. Hé, en wat als er geen wind staat?